Wie zijn jullie? Mijn naam is Bionda Schenk. Ik ben Madelon Mouw. De Bionda is grafisch vormgever. Ik ben bladenmaker. Oké, Bionda, jij bent vormgeefster. Wat is jouw inbreng geweest in dit blad? Geprobeerd om een leuk blad neer te zetten wat uitnodigt om te lezen. Wat er niet heel erg commercieel uitziet. Dus niet woordenvol met advertenties of iets dergelijks. En wat mensen gewoon echt lekker met een kopje koffie kunnen gaan lezen. En gewoon allerlei tips en leuke dingen en weetjes over Zutphen ontdekken. En eigenlijk op die manier. Nou, in het eerste nummer hebben we een column van Harm Edens. Harm Edens woont in Zutphen, maar is natuurlijk ook een bekende Nederlander. Dus veel toeristen die niet uit Zutphen komen, zullen toch denken van... Hey, een bekende Nederlander in het blad. En dat trekt altijd veel aandacht. Wel lef hebben toch om zoiets te beginnen? Het is misschien een risico om nu in deze tijd met een nieuw blad op de markt te komen. Maar we wilden het zo graag. We houden zo van Zutphen dat we dachten, we gaan het gewoon doen. En ik denk dat we een heel goed concept hebben ontwikkeld. Wat echt anders is dan de bestaande bladen. Het is echt inhoudelijk, echt informatief. Het is echt een leesmagazine. Het blad wordt verspreid in Zutphen en in de regio van Zutphen. Dus gemeente Bronckhorst, gemeente Lochem, gemeente Voorst-Twello. En gemeente Brummen-Eerbeek. En dan vooral op plekken waar veel toeristen komen. Dus hotels, VVV's en bed and breakfasts.